Ja, ja. Oh, kussen. Ja, ik heb al mijn kus voor je gaat fietsen. Goed zo. Al mijn kus. Succes, hè? Ja, doei. Stefan heeft zo'n 8 jaar geleden te horen gekregen dat hij een tumor had in zijn bovenbeen, een wekendelen tumor. Hij had toen heel veel last van zijn knie. En uiteindelijk na een heel traject kwamen ze erachter dat het kanker was. Hij is er toen voor geholpen, het is helemaal weggehaald. Chemo, bestralingen, operatie gehad. En toen was eigenlijk alles weer goed. En hebben wij ons leventje opgebouwd tot het wat het 2,5 jaar geleden was. Hij kreeg 2,5 jaar geleden bij de laatste controle die hij had voor zijn been te horen dat er uitzaaiingen zaten op zijn longen. Ik was op dat moment 7 maanden zwanger van Isa. En dan heb je het gevoel dat je wereld instort. Stefan, hoe was het om even te fietsen? Oh, heerlijk. Dat was flinke tegenwind, maar wel fijn om te fietsen eigenlijk met de weer. Ja, het moet toch wel voor Alpe d'Huez eigenlijk, dus. Ja. Maar doe je nog vaker fietsen ook? Want je doet zelf niet mee aan Alpe d'Huez, maar fiets je nog wel eens? Ik fiets regelmatig, niet te vaak, want ik doe eigenlijk Alpe d'Huez lopen. Nou, fietsen voor mij eigenlijk niet goed, mij niet lukt genoeg, dus daarom ga ik Alpe d'Huez lopen. Ja. Want hoe gaat het met je? Naar omstandigheden gaat het redelijk goed. Ik heb in december, januari chemokuur gehad. Daar ben ik eigenlijk redelijk ziek van geworden. Toen ben ik ermee gestopt. Ik heb daarna een lichtere dosis chemo gehad. Het is wel dezelfde chemo. Het is een proefchemo. En die slaat naar omstandigheden redelijk goed aan eigenlijk. De tumoren zijn wat kleiner geworden. Want hoe ga je zelf om met zo'n ziekte? Ben je bang? Ik ben in het begin eigenlijk heel bang geweest. Maar ik heb nu eigenlijk vertrouwen gekregen dat het eigenlijk goed gaat. En het leven hebben we met ons gezin eigenlijk weer opgepakt eigenlijk. Ja. Dus, ja. Ja, en daar zit alleen maar positieve energie in? Of hoe ga je daarmee om als je zo'n klap krijgt voor de tweede keer? In het begin is het echt stort je wereld eigenlijk in. En denk je van waarom nou moet dit bij mij weer overkomen? Daar was ik eigenlijk net vanaf. En alles begint na 5 jaar weer opnieuw eigenlijk. En dan denk je, dan stort echt je hele wereld stort in. Wij fietsen nu 2,5 jaar ongeveer voor Steef al. Dit wordt onze 3e editie van Alpe d'Huez. Eind 2010 heeft Stefan ons verteld wat hij in het ziekenhuis te horen had gekregen. Hoe slecht het er eigenlijk voor stond. Heeft hij op een avond al zijn vrienden samengeroepen en zijn verhaal gedaan. En ja, we voelden ons allemaal zo ongelooflijk machteloos, gefrustreerd en... He, waarom nou hij? En het had net zo goed iemand anders kunnen zijn. Maar we wilden iets. We wilden iets met die woede. En het is 2 dagen later of zo dat Koert, een van onze vrienden, die stuurde een mailtje rond. Van god, ik heb op internet iets gevonden. Het heet Alpe d'Huez. Ik wil meedoen voor Steef. Wie doet er met mij mee? En wat doet het dan met je dat er zo'n groep mensen, ook speciaal voor jou, de berg in Frankrijk gaat opfietsen? Nou, dat geeft ons een enorme boost eigenlijk. Zoiets van, die mensen laten je niet zitten, die steunen ons hierin. Ja, en dan gaan hun fietsen voor jou. Nou, daar krijg je energie van. Dan denk je van, hiervoor moeten we doen, ga het niet opgeven. Want opgeven is echt geen optie en daardoor laat hun zien dat ze iets voor jou willen doen. En hoe gaan jullie nou verder met Kim? Hoe gaat het nou met jullie zo de toekomst? Hoe zie je die? Niet te ver vooruit denken. We gaan eigenlijk van uitslag naar uitslag. Nou, deze uitslag is goed geweest. Gaan we eigenlijk weer naar de volgende uitslag. En niet te ver vooruit plannen. Wel vakantieplanningen maken. Maar niet denken, nou hoe is het over 5 jaar? Gewoon lekker genieten van dit, hier en nu eigenlijk. Ja. En dat gaat goed? Dat gaat goed, valt niet altijd mee, maar op het algemeen gaat dat heel erg goed.